De zogenaamde wildwaterkanovaarders hebben zich in Den Helder verzameld voor een wedstrijd op de Noordzee. Vereisten waren dat de boot niet moest kunnen zinken, dat elke deelnemer een zwemvest moest dragen en vooral dat hij moest kunnen eskimoteren. Dat wil zeggen, met behulp van de paddle weer overeind komen als de boot is omgeslagen. Van de Reede van Den Helder vertrokken ongeveer 40 deelnemers voor een wedstrijd van 25 kilometer, die onder normale omstandigheden zo'n 3 uur zou duren. Maar de omstandigheden waren niet normaal. Windkracht 6 zorgde voor het wilde water dat ze allemaal juist zo graag wilden zien, maar dat wel de nodige problemen opleverde. Het veld waarin ook deze tweepersoons kajak voer kwam spoedig ver uit elkaar te liggen. De deelnemers, onder wie enkelen uit België en Duitsland, hadden het vooral op de voor Den Helder liggende beruchte zandplaat de Razende Bal bijzonder moeilijk. De meeste clubgenoten en familieleden op de volgboot trouwens ook. Er waren maar een paar dappere volhouders. De meesten stapten na verloop van tijd in de volgboot. De wedstrijd duurde geen 3 uur zoals gedacht was, maar veel langer. Winnaar werd de 39-jarige veteraan Ed Bos, die na 4 uur en 4 minuten aan de Helderse kust terugkeerde. Alle deelnemers die de wedstrijd voltooiden, zouden een herinneringsmedaille ontvangen. Welnu, dat werd een koopje voor de organisatoren. Want met Bos haalden maar 2 anderen de finish van deze zware race, waarvan men overigens een jaarlijks evenement wil maken.